Bos van Jerzy Janicki. Vertaling Benjamin Gijzel. Regie Bert Dijkstra. Dag Frank. Hoi. Wat is er aan de hand? Is de wagen in orde? Accu, de banden, startmotor, steken, alles deugdelijk? Ja, zo ongeveer, ja. Ja, maar haal je de wasstel mee? Wat bedoelt u? Ik bedoel natuurlijk met aanhanger. Wat voor banden zitten er onder de aanhanger? De maat bedoelt u zeker? Nee, de staat waarin ze verkeren. Oh, ja, puin open hoor. Oh. Ja. Alle vier. Daar maakt schoenmakers zelfs geen zoontjes meer van. Nou, goed. Dan moeten we die dus ergens lenen voor het ene transport. Ja, want zonder aanhanger kunnen we het net zo goed niet gaan. Kwantiteit. Je komt op de hoeveelheid dan. Ja, ik zal je trouwens zo dadelijk het hele plan uitleggen. Nou, is alles verder in orde? Ja, behalve de achterlichten, die zijn defect. Ook van aanhanger? Ja, daar hebben we toch over, waarom niet? Puin, jongen. Ze noemen je niks van niks puin. Jij rijdt binnen de kortste keren iedere wagen in puin. Ja, het is dat er vier wielen onder zitten, maar anders. Ja. Nee, dat zult u moeten toegeven, hè. Als het volk de eerste keer zijn mond open doet, dan zijn het wel wijze woorden die eruit komen. Recht voor zijn raad, scherp en nog een beetje te koop toe. Volk is volk. Ja, niet voor niks hebben ze in het derde deel van de wereld al ons voor het zeggen. Zeg. Het is maar goed dat ik een zwak voor jou heb, Puin. Met die brutaliteit van jou zouden ze nergens zo lang met je kunnen uithouden. Nee, zo zwak is het ook weer niet, hoor. Nee? Nee, chef, er is gewoon geen andere chauffeur die dit voor u wil doen, hè? Kom. Nee, luister nou eens. Wie komt er hier door God en ziel verlaten voor je werk? Hier in de rimpel, waar je of wegzakt in de modder of in de sneeuw, zoals vandaag. Ja. Terwijl de wolven huilen, dat de tranen uit de ogen druipen. Pas als het zo'n transport als dit, dan kun je een circus er maar van maken. En dan verdien je er goed geld mee ook. Ja, ja. Maar nee, wat krijg ik dan hier van u uitbetaald? Puim, meneer. Puim. He? Als de mensen hier van plastic was, dan zou die nog verslijten. Nou, wat doe je dan met vrachtwagentjes? Akkoord, het is goed. Een extra premie, daar heb je recht op. En daarom stuur ik jou juist naar Warschau. Oh, het is wel gladjes op de weg. Zeg, wat krijgen we nou? Ben je er niet blij mee? Ja, 500 km. Ja. Met dit weer is dat wel langer dan dat je rijden. Ik had juist gedacht dat zo'n voorstel je erg goed gelegen kwam. Wat zit u nou tegen mij te lachen? Omdat ik even doordenk, Puin. Wat dan? Ja, die toeristen van de zomer. Wat? Mm-hmm. Inderdaad. Die had voor wat te maden mee te halen en om op te zitten. Ik heb je wel gezien. Jazeker. Er werd wat over gepraat, zeg. Hé, Puin, ze kwam toch uit Warschau? Ik weet niet over welke u het hebt. Zeggen we nou, waren er dan meer? Ja, de toeristen breiden zich ook hier steeds meer uit, nietwaar. En de staat besteedt er ook heel wat aandacht aan. Ze zijn ook bezig met investeringen en ook niet zuinig met reclame. Dan laat ik het toch zeker niet afweten. Ik sta achter de staat. Zeg, Puin, vrouwen mogen dat zeker wel, hè? Als je zo brutaal bent. In ieder geval heb ik geen klachten. Nou ja, goed dan ook, Puin. Deze keer dacht ik echt alleen maar daaraan. Ja, dat duurde nogal lang, hè, ditmaal. Zeg, ze was een beetje ouder dan jij, niet? 3-8. Ja, wat bedoel je nou met 3-8? Met de vakantie is ze 38 geworden. En, voor zwakker? Ja. Dat zijn de meest behoeftigen. Ja, ik geloof jou graag, want jij bent een vakman. Ja, maar ik heb me dus niet vergist. Ze kwam dus echt uit Warschau. Uit Warschau. Ik had dus zo gedacht, hè. Puin, die zal wel graag willen gaan. En met hem is het overnachten dan ook geen probleem. Want daar vind je nou moeilijker een hotel dan hier bij ons in Schouwburg. En dan zie je meteen voor het eerst van je leven Warschau. Het is toch de eerste keer, nietwaar? Als ik het bioscoopjournaal niet meereken, ja. Nou, zie je wel? Oké, akkoord, ik zal wel rijden. Tenslotte heb je u hiervoor te zeggen. Maar,
Waarom dan met een aanhanger? Waarom? Ja. Waarom maar één? Dan kun je beter varen, het is zonde. Ja, ik moet toegeven dat onze boekhouder geen zaagsel in zijn kop heeft, hè. Het was een idee van hem. Maar wat wil je? We leren economisch denken, Pang. Ik heb dat idee meteen toegejaagd. Pang, jij rijdt kerstbomen. Kerstbomen? Ja, ja. Met de kerst voor de deur, hè, is dan een prachthandel. Kerstbomen. Nou en of? Onze echte wilde, zachte, naar bergen en bosdieren ruikende kerstbomen. Oh ja. Ja, weet je wat ze er in de stad voor geven? Authentiek, meneer. Leven, puur leven. Zeg nou zelf. Hè? Wat voor keus hebben ze daar nou? Ja, bomenstaken, het is geen boom, het is geen tak. Of van plastic nog even. Daar gaat het om, daar gaat het om. Zeg, hartstikke spannend. En dan moet er een goede tekst op het dekzeg staan, hè. Iets in de trant van rechtstreeks uit het wilde hart van de bergen. Ja, dat is ook wat de boekhouder adviseert. Akkoord, ik wel. Het is in het belang van ons allemaal, Pang. Oh ja. Kijk, de helft van de boompjes is van de stad. En de andere helft van jullie. Want we geven jullie hout aan een deel waar je recht op hebt. En deze keer. In kerstbomen. Ja, en dan de prijs. Jullie moeten die prijs goed opschroeven. Maar je laat dat trouwens van een sidder over. Dat gaat die dan mee? Ja. Ja, er moet een bijrijder mee. Dat moet. Volgens de voorschriften. Maar een stoknecht als bijrijder. Kijk eens hier. Zo vlak voor de feestdagen riskeert geen mens zo'n verre reis. Ja? En jullie zijn allebei alleen. Zonder gezin. Ja, en mocht er onderweg wat gebeuren. Maakt voor jullie geen verschil waar. Of je daar of waar dan ook met kerstavond zit. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats. Sidder kent Warschau. Het wemelt er van de pleinen, de bochten en bruggen. Juist, jij zou daar verdwalen van. Daar moet je echt iemand voor hebben die veel gereisd heeft. En wanneer is hij daar dan wel geweest? Hij is er geweest. Nee, en waar moet hij dan slapen? Oh, nee, ik sleep jouw bok niet mee naar mijn hefje. Ook dat is mooi geregeld. Hij heeft er een kennis wonen. Maar het belangrijke is dat hij Warschau kent. Dat reisje komt voor jullie allebei goed uit. Want hij moet en hij zal die kennis nog eens opzoeken. Het is in wederzijds belang. Oh, ja. Nou, de span. Probeer die achterlichten nog vandaan hangen voor je gaat. Nee, ik zal maar moeten. In deze situatie zal wel iets anders opzitten. Nou, als ik zo eens naar de kaart kijk. Was hier. Hé, dat is heel erg weg. Hier was jou, heel erg weg. Zo zie je nog eens wat van de wereld, hè. Je komt nog eens met mensen in aanraking, cultuur, civilisatie. Ja, daar zijn geen wilde bossen met alleen maar wolven, wodka en wolven en schaap. En dan zal ik jou nog eens wat zeggen. Ik zou zelf wel willen gaan. Ja. Als ik geen kinderen had en geen gezin, dan met de kerst, met de feestdagen, jongen. Daar denk ik wel zelf mee. Ja. Er is nog één ding, Pan. En het is? Jij en ik, we kennen Sidder, nietwaar, hè? Als hij erop zou aandringen, ja, het is maar dat je het weet. Geen druppel. De weg is slecht. Je hebt een wagen vol handel. We zullen me nou krijgen. Ik ben geen 12 meer. Kom nou toch, boswachter, kom nou. Heb je nog brandstof meegenomen voor onderweg? Hé, hey, Sidder, ik vraag je wat. Ik hoor je wel. God straf me wel met de gezelschap als het jouw is, hè. Want ik heb haast geen spuug meer in mijn bek. En jij schrijft nog steeds in het grap. Ik hou liever wijs mijn mond dicht dan hem dom open te doen. Ik vraag naar de fles. Is dat soms zo dom? Zeg nou zelf of dat dom is of niet. Alsof ik op zo'n reis hier geen flesje mee zou nemen. Moet je daar nou nog naar vragen? Hé, hey, eigen gestookt of... uit de winkel. Sidder. Ik vraag je wat. Ik hoor het wel. Wat zou ik daar nou voor antwoord op moeten geven? Ik heb die man in geen eeuwen gezien. Wat breng ik dan voor hem mee? Hij is toch een slijter op iedere hoek van de straat. Stop jezelf? Zeg eens even, ben jij politie of chauffeur? Oh nee, ik dacht dat een slokje zou nemen. Het is koud, niet waar. Op de weg.
achter het stuur. Ah, geef maar bij. Moet je nog kijken hoe die zak rijdt. Oh, ja, kijk daar, dat doen we met de auto rijden. Sneeuwbui en met jakkeren. En dan nog eens aan te kijken dat er ongelukken van komen. Ik zou eens dat zeggen. De zon voelt, er is de mens nog goed van afgekomen. Maar met die auto's werden het niet. Nee. Ze rijden elkaar allemaal dood. Als dat speelgoed wat goedkoper was, of op afbetaling, nou, dan was het met de mensheid al lang gedaan. Hou die fles maar even buiten boord om op temperatuur te laten komen. Jij krijgt geen druppel. Zeg, ik ben geen 12 meer, bedenk je wel. Jij bent chauffeur. Puin omdat je puin bent, maar wel chauffeur. Zie je die lichtjes daar? Daar stoppen we ermee. Voor een slokje en een slaapje. Rijd nou maar mooi door. Nee, serieus. We maken daar een stop. Je rijdt met handel. En die is waard wat die met kerst waard is. We moeten opschieten. Haasje langzaam, kalmjes aan. Hoe dat zo? Omdat alleen mijn 5 voor 12 methode maar wat oplevert. Is dat maar van mij? Ja, 5 voor 12. Wij verkopen die bomen op het allerlaatste moment. Kijk, ik hoop wel dat dit niet mijn pilletje is. Dan is het maar een kwestie van een millimeter of dat broekje van me dat zegt krap. Hè? Dat zit nog strakker dan mijn eigen vel. Waarom niet? Geen idee. Ik zit in de stallen. Oh, nou dat hij er maar lekker in mag glijden. Proost. Nou goed, en die echte kerels gaan maar dingen in de startblokken zitten, weet je wel, wanneer zo'n vrouwtje de tentje opzet. Maar ik doe kalm, man. Eerst laat ik eens een weekje voorbij gaan, ik neem een pilsje. Dan nog eens een weekje, nog een pilsje. En die tweede week, ik sta nog steeds op de rem. En waarom dan wel, Sidder? Waarom? Kijk, vrouwen, wat je dan denkt, dat moet jij weten, die ze moeten denken. Hè? Ze denken wel, ze zijn dom, maar ze moeten er ook denken. En gril hebben ze natuurlijk ook. En kieskeurig zijn ze ook, neem dat van mij als taalmeester. Maar denk je nou eens in... Dat zo'n vrouwtje naar de winkel gaat om macaroni te kopen. Ja, jij gaat naar binnen en je staat binnen een minuut weer op straat met een pak macaroni onder je arm. Maar een vrouw gaat naar binnen en die begint meteen te vragen. Die begint meteen te vragen. Is een macaroni? Elleboogjes. Ja, goed, er zijn elleboogjes. Maar er is nog lang niet klaar mee. Nee, met gaatjes, met sterretjes, met ruitjes, Italiaanse, Franse. Met extra eigen kerf gehakt, gesneden en besneden, maar... Ondertussen wordt er wel de hele tijd macaroni verkocht. En dan blijft het tenslotte wel daarover. De allergrootste macaroni die er bestaat. Kijk, die moet ze dan ook wel nemen zitten, want het is 5 voor 12. En zo gaat er heel wat moois de neus voorbij. Zo'n karakter hebben ze nog eenmaal. Ze wachten altijd op het einde. Rozen. Ja, gezondheid. Ja. Nou goed, dan leggen ze dan maar te liggen, hè, langs de beek. Komt er een of andere toerist langs, hè, in zijn trabantje. Weg. Zij kijken. Hè, misschien komt er nog wel een Fiatje. Goed, Fiatje komt er dan. Hè. Weg. Nou nee, misschien komt er nog wel wat beters. Hè, ook weg. En het klokje dat tikt maar door en de vakantie gaat voorbij. En dan kom ik pas in actie, zeg. Dan kom ik pas in actie. Wat denkt zij dan? Ah, maar kan mij het ook spelen.
Vakantie erop en wat staat me overmorgen weer te wachten? Opstaan naar kantoor, een lunchpauze, overwerk, in de rij staan, de kassa, wassen, strijken, sokken stoppen, een en al ellende. En dan zal ze hier in het zonnetje zeker zo'n plezier niet en dan is voorbij moeten gaan. Kijk, en dan mag ik lazen, ik mag kaal wezen, ik mag rood haar hebben, ik mag zelfs het monster van Frankenstein zijn. Ik ben de juiste man, Sille. Voor haar ben ik niet ik. Voor haar ben ik haar laatste kans. Het einde. Kijk eens aan. En ik dacht nog wel dat ze op je uiterlijk vielen. En moet je zo. En dat moet jij nou. Dat moet jij nou met onze kerstbomen vergelijken. Hoeveel kerstbomen heeft ze al laten staan? En de hoek van de kamer is nog steeds leeg. En die kinderen die wachten. Nou, wie gaat er dan op chagrin om 20 schotie meer of minder? Hé, hey, zitten. Je moet het wel een goede markt krijgen. Is dit er? Ja. Welk is dat dan? Gewoon. De markt, net als alle anderen, die vinden we wel. Ja, wanneer ben je in Marschelon geweest? Feit is dat ik er geweest ben. En dan zie je, ik ben er helaas, ja, ik kan er ook niet doen, ik ben er helaas niet. Zie je wel. Ben jij eventjes goed af, hé. Hey. Dat is waar. Op dat punt heb je een streepje op mij voor, hè? Maak je maar geen zorgen. Nee, ik? Een kolos van de stad. Lang geleden dat je er bent geweest? Ik ben er geweest, in ieder geval. Ah, als we die markt ook maar vinden, hè? Dan kunnen we de wereld in onze broekzak steken. Hmm. Dan maakt die fles nog eens open. Eén van die twee, daar blijven we vanaf. Ja. Die andere, die is voor hem. Vriend van je. Nou, goede vriend. Je moet wel uit het trekken, zeg. Alleen voor hem komt er nog gemakkelijker uit. Is hij oud? Is hij jong? Drinkt hij veel? Is hij rijk? Lang geleden dat je hem gezien hebt? Lang. Nou, misschien leeft hij niet meer. Hè? Nee, hij leeft nog. Ik heb het zelf gelezen. Over hem? Over hem. En wat dan wel? Niks. Dat hij leeft. Heb je dat in de krant gelezen? In de krant, ja. Op welke pagina? Op de goeie. Zie je dat dan? We hebben samen heel wat meegemaakt. Ah, nou ja, dat wordt dan een gezellige avond. Maar de mijne, die worden heel vrolijk. Oh, wat weet jij ervan? Hij leeft alleen maar van de ene dag op de andere. Nee. Ik ga naar de toe. Hè? Ik bel. Oh, hè? En ik heb een kerstboom voor hem meegenomen, heb ik ook gezegd. Hè? Ja, ik neem er ook een mee voor die van mij. Oh, ja. Een honing ook. Honing? Ja, die heb ik bij me. Wat voor honing kunnen ze daar nou hebben? Nee. Nee, tegen een echte bij kan een kruidenier niet op. Hè? Dat is logisch, die kruidenier kan je zoomen. Ik geef je een halve pot, als je wil. Daarvoor. Nee, mij staat voor andere honing te wachten. Heet de rest? Ik vind het wel. Hier, nee, dit is het mijne. Kijk eens wat op het briefje staat. Is dat ver van elkaar? Alles is daar ver van elkaar. Ik bedoel, is ongeveer, weet je wat het is dan? Maak je geen zorgen. Is het ver? Alles is daar ver. Wel te rusten. Hier hebben ze de weg tenminste schoon geweest, zie je dat? Dat is de beschaving. Zeg, zullen we voor jou ook niet een vrouw versieren? Zullen we even nadenken? Denk jij nou maar hoe je rijden moet. Het wordt hier druk op de weg. Ja, je zegt het alsof je denkt, 60 gepasseerd, vrijen verleerd. Ik zeg helemaal niks. Ah, maar een buikje wat staat. Dat komt erop aan wat er onderaan hangt. Hè? Hoe oud ben je nou? Volgend jaar met pensioen. Nou, 6 en 4. Ach, jongen, wat zal ze staan te kijken. Ach, puin, zei ze. Volgend jaar kom ik de hele zomer. Zonde van iedere dag dat ik niet hier ben. Vandaag in de tent. En de zon kwam al op. En de jongens gingen al met de paarden het bos in om te gaan kappen. Puin, zei ze. Doe nog 1 keer. Lust er wel pap van, hè? Dat zo? Puin? Zijn ze gewoon puin?
zo'n moment. Dat is toch alleen maar je bijnaam. Ik vond ze leuk. En daarom noemde zij me ook zo. Trouwens, tussen twee haakjes. Hoe weet je eigenlijk in het echt? Verschrikkelijk. Want dat weet bij ons waarschijnlijk alleen personeelszaken, maar... Ja, gelukkig maar. En de boekhouder op de eerste van de maand, die weet ook hoe iets schrijven moet. Nou, hoe dan? Zij toch al. Verschrikkelijk. Hoe dan, Puin? Hoe heet je? Bosjitski. Huh? Ja. Oh. Ja, net als de president van voor de oorlog. Dat is ook mooi. Mooi? Dat ik het helemaal waar moet zeggen. In 45, in de molen, maar die werkte aan de maag. Hij wil gisteren zemelen. Ja, duidelijke zaak dat hij weegt, natte handen heeft. Terwijl er wel zo'n 2 of 3 kilo graan aan blijft plakken. Kijk nou uit, sneeuwt weer. Ja. Nou, maar toen ze daarachter kwamen, hebben ze het ineens laten onderzoeken, want het ging niet om die paar kilo. Maar het is geen familie was. Broer, oom of neef. Van wie? Van wie vraagt hij nog? Van wie? Ja. En wie heeft er zich in de hele natie dan in 39 de inval van de Duitsers op de hals gehaald? Bosjitski. Hey, idioot, kan het nog harder? Soms naast me in de hemel te komen. Ze rijden hier allemaal zo hard. Tempo, tempo. Nou, een jaar lang heeft hij gezeten om verklaringen af te leggen. Nou ja, gebeurd is gebeurd. Ik was toen nog niet op de wereld. Ik ben pas geboren toen het 6-jarige plan voor ons land nieuwe perspectieven ontvouwde. Mijn vader was toen onderscheid op zijn werk. Voorbeeldig arbeider. Maar het was al niet meer in de molen, maar in hetzelfde dorp bij de karperenpekerij. Had een bergwerk. Dat werd gestolen. Wel zo vlak voor de feestdagen zoals nu. En zijn hoofd stond er niet naar om thuis te gaan zitten. Kijk, man. Je zit niet op de weg. Je zit hier niet meer in het bos. Oh, oké. Nou, en mijn moeder, alfabet als ze was, die had geen idee van de jongste geschiedenis. En ze gaat bij mij naar de pastoor en zegt tegen hem, doop hem maar Ignatius. Schutspatroon van onze parochie is ook Ignatius, de Ignatius van Loyola. Weet jij dan ook nog Ignatius? Nee, moet je horen. Toen mijn vader dat hoorde, toen heeft mijn moeder dat vak slaag gegeven. En de pastoor heeft het hele doopboek als tevens gescheurd. Dat zullen jullie met mij niet nog eens lappen, zegt hij. Dat mag ik mijn kind niet aandoen. Naam en toenaam dezelfde als van die president. Hij moet een flinke kerel worden en geen provocatie op twee benen. Wat is dat voor een toren in de verte? Gewoon een toren. Dat is pas het paleis van cultuur en wetenschappen. Ah. Nou, weet je het nou of weet je het niet? Rij nou maar. Een beetje voorzichtig alsjeblieft. Pas een beetje op. Het is alsof ik haar hoor, hè? Letterlijk. Voorzichtig alsjeblieft, Puin. Pas een beetje op. En dan hoef ik jou niet te vertellen op wat voor momenten. Ah, jongen, ja. Dat was mijn zomer. Ik zeg het eerlijk, ik ben verliefd. En hoe is het mogelijk dat zij op jou valt? Waarom? Daarom. Ja, ik dacht eerst ook dat ze alleen maar daar dacht. Maar die vrouw heeft ook nog eens een keer een poppetje, hoor. Laat me niet lachen. Nee, koppie. Weet jij waar een vrouw de verstand in zit? Ze werkt ook. Als wat? Heb je de schilderij er niet gezien? Dat ze aan de boswachterij geschonken heeft? Ga ik nou in de club? Nee, ik kom nooit in de club. Hey. Oh, kijk eens hier, jakker maar. Ja. Hey, de eerste keer kwam ik net langs de boshut. Hè. Daar zat ze te schilderen. Schaapjes en bomen. Leek het wat? Wat, je kon dat maatje stellen. De schaapjes? Net echt, man. Kijk eens dan. Ja, kunstenares. Zo schilderen ze tegenwoordig niet meer. Alleen die zwerver was mislukt. Wat voor zwerver? Nou, een zwerver die loopt op dat schilderij naar die boshut, maar dat was schijten dan het is. Hij staat er midden tussen de herdershonden. Kijk, en die honden, zei ik bij hem, die zijn net echt maar, waar zie je vandaag de dag aan op zo'n zwerver? Nee, toen keek ze me voor het eerst aan. En? Ja, nog niks. Ze lachten. Het gaat om de honden, zei ze. Tegen die moeten ze anders grommen. Ik dacht eens na, toen zei ik tegen hem, nou tegen die padvinders die er altijd rondlopen. Maar zij vond dat die zwerver beter was. En zo is hij erop gebleven. Kijk, kan hem ook zijn, alsjeblieft. Doe mij niet zo hard. Nee. Maar... Nou, een tijdje later liggen we op een nacht in de tent.
En die zwerver die laten me niet met rust. Misschien er wel wat overheen, zeg ik tegen. Of haal hem weg. En daar begint ze me toch te lachen. Oh. Laat hem toch leven, zei ze. Maar ik bleef volhouden. Waar heb jij ooit zo'n zwerver gezien? Met maar één stok. Een echte zwerver heeft twee stokken. Anders zou hij geen leven hebben, waarom niet? Maar één stok voor de hond om weer in de bek te houden. En één mee te slaan. Nou, daar was ze me wel dankbaar voor, hoor. Het is maar een kleine geintje. En toch zit de hele waarheid net in die tweede stok, zei ze. Waarin? En één stok. En verder? Onze toevoet. Nou is die veel echter, zei ze. Nou heeft die karakter. Ik voel mezelf al dat die zwerver erbij moest, maar jij rechtvaardigt zijn aanwezigheid op de schilderij. Van die zwerver? Van die zwerver, ja. Nou, ik voel de natuur, zei ze, maar jij kent de natuur. En ken je die? Blijkbaar. Nou, ik zei het al. Jij past helemaal niet bij de... Ja, dat dacht ik ook, maar ze kon maar geen afscheid nemen. Hè. Ik moest en zou met haar mee. Ja. En wat zou je daar dan moeten doen? Hoezo? Nou, als ze nou een taxi voor me zou kopen, om mee te beginnen. Taxi? Ja, daarna red ik mezelf dan wel weer. Kijk eens hier, een kerel mag nooit op een vrouw zijn aangewezen. Ook al is ze stapelgek op hem. Zeg, hoeveel maakt een taxichauffeur op een dag ongeveer? Weet ik niet. Ja, weet ik niet. Zeg, ik begin jou door te krijgen, ervaren. Je zit me hier vanaf het begin af aan voor de gek te houden. Jij wilde alleen maar een reisje maken, hè? Maar meneer weet helemaal niks. Van de toren niet, van, niks van de markt, van een taxichauffeur weet meneer ook helemaal niks. Ik zou juist wat zeggen. Jij bent hier nooit van je leven geweest. Jij wilde alleen maar een reisje maken. Ik ben hier wel geweest. Ja, en die kennis van jou is ook wel lucht geweest. Dat is een vriend. Geen kennis, maar een vriend. Nou, hoe moeten we nou? Hier begint de stad. Ik heb een pen. Weet ik niet. Maar maak je nou niet kwaad, puin. Het is alsof ik hier nooit geweest ben. En toch ben ik hier geweest. Het is ja en het is nee. Ik wist dat dit zou komen. Ik kijk toch ook nog wel eens in de krant, niet? Maar nou ben ik bang. Ik zeg dat wel, ja. Hier kun je niet meer op de zon afgaan of op de sporen. Wat doe je nou? Ik ga stoppen. Ik had helemaal op jou berekend. Laat ik je dat zeggen. Jij bent zo'n haantje de voorste. Jij bent brutaal. Ja, we fixen het wel, dacht ik. Nou, we zullen maar eens naar de weg vragen. Niet? Dat zullen we zeker, ja. Maar laten we eerst maar eens even een steentje opsteken. Ja, ik lust er ook wel. Even een verhaal komen. Wel een toffe stad, hè? Ja. Had je moeten zien toen ik hier was. Puin. Wat? Puin, zeg ik. Oh, nee. Je bedoelt de stad, ik dacht dat je tegen mij had. Jij zegt nou tram. Ja. Hè? Maar toen lag hij op zijn kant, net als een paard dat de zwaar getrokken heeft en gaat liggen. Om nooit meer overeind te komen. De ruiten kapot. Helemaal uitgebrand. Heb je soms gevochten? Nee, dat was allemaal al afgelopen. We hebben hier gelopen. Dan weet jij wat voor wandeling dat is. Op een kerkhof. Huh? En hij gaf toen uitleg. Hier, zei hij, gingen we altijd ijs eten. En daar woonde de schoenmaker. Ja. En daar was een bioscoop. En op een gegeven moment, toen zag hij een fiets onder het puin. Zadel, bagage dragen, nou alles zat er nog op en eraan, behalve dan het voorwiel. En dat ging hij toen zoeken. En toen trapte hij op die mijn. Heb jij ooit in het slachthuis een kalf open zien snijden? Nee, geen behoefte aan. Nou, zo zag hij eruit. Ik heb 3 uur lang met hem rondgelopen. Hij lag op mijn rug. En ik vroeg mezelf af waar dat nou eigenlijk goed voor was. Hè. En tenslotte in het lazaret, daar wilden ze niet eens naar hem kijken. Er was er maar eentje die even keek. En die vroeg toen of het een vriend van me was. Wel nee, zei ik. Gisteren pas voor het eerst gezien. En
sta jij je bloed voor hem af? Nou, mijn best, zei ik. De bloedgroep klopte zelfs. Geen mens had daarop gerekend. Nou, en toen hebben ze afgetapt. Veel. Wat weet ik daarna nog van? Hoeveel bloed heeft een mens? Veel. Nou, dan was het veel. Een transfusie. Na een tijdje deed hij zijn ogen weer open. En toen ze het hem vertelde, toen stak hij zijn hand uit. En toen zei hij, jij bent mij en ik ben jou. Denk eraan. Ja. Ja. Heb je ooit wel eens in je leven als over zitten praten? Hè? Nee. Ja, goed zo. Maar je bent er nou nog niet vanaf hoor. Je moet ook nog naar de weg vragen, naar de markt. En dan zijn we over een uurtje het baasje. Hey, kijk, daar heb je een agent. Mooi zo, nou met hem nauwig hebben. Hé, hey, agent. Zeg, wat is er hier voor een kampeer? Wij komen van verre. Even uitblazen, zeg alles. Wat denkt u wel? Dat dit een kaapvat is, op de tuin van de buren, waar je even kunt staan kletsen. Heb je die borden niet zien staan? We houden het verkeerd toch niet op? Ik vraag of jullie borden hebben zien staan of niet. Nee, die heb ik niet gezien. Niet gezien? Kijk, of dubbel gezien. Papieren. Ja, u ziet toch wel dat we uit de provincie komen? Dan kan ik niet zien wat je nummer wordt onder de sneeuw. Het sneeuw? Dat is de slechte weerstoestand. Wie er hier in wat voor toestand verkeert, dat zoek ik zelf wel uit, hè? Jullie denken zeker dat de wet met de feestdagen vrij afneemt. Ah, dat rijbewijs ziet er ook mooi uit. Heb je geen portefeuille? Nee. Gladde banden. Hey, dat gaat mooi oplopen. Waarom zit er geen profiel meer op de banden? Ja, nieuwe zijn er bij ons niet te krijgen. Geen kritiek op het systeem, alsjeblieft. Wat hebt u in de wagen? Kerstbomen. Gestolen zeker? Hoe dat zo? We kennen die er aan vandaag, of niet soms? Het bos, dat is van niemand. Ja, ja. Nou, die zijn wel van ons. Kijk maar in de papieren. U hebt op te veel vragen meteen een pasklaar antwoord, dat bevalt me niks. Zijn de papieren nou in orde of niet? En wat zou dat? Juist met de feestdagen gaan jullie van huis. En moeder blijft met de kinderen alleen. Moet ik dat soms geloven? Ja, staat de stempel van de boswachtrij er nou op of niet? En degene die het stempel zet? Wie mag dat dan wel wezen, hè? De zwager zeker, de buurman, je oom. Nou, hoe zit dat? Wat? Met de papieren. Wat heb ik nou voor kwaads gedaan? Kwaads? Is dit dan niks? Mag jij eens soms parkeren? Gaat het wat kosten? Een bekeuring. Over een uurtje betaal ik. Eens kijken, laten we ergens afspreken. Dan kom ik het geld wel brengen. Afspreken? Ja, ja. En waarom wel? Bij de plak over de brug soms? Of in het parochiehuis? Zeg, weet je eigenlijk al waar je bent? Zit ik me ook net af te vragen. Ja, waar ben ik? Een kerstboom. Wat kerstboom? U neemt gewoon een kerstboom. Hè? Dat is leuk voor de kinderen, niet? Die ruiken nog naar het bos. De kerstbomen. Zo met de feestdagen. Ja, dat zijn voor de wet net zulke dagen als alle anderen. Met dit verschil dan, dat is op de kalender in het roodste aangegeven. Zal ik er eens een beetje uitzoeken? Ja. En dan jullie zeggen dat je hier de politie kunt omkoken, hè? Nou, een boom. Nou. Een boom voor de kinderen. Mijn collega hier dacht alleen maar aan de kinderen. Ja. Ah, voor de kinderen, dat is wel anders. Nou, die bomen zien er niet slecht uit. Nee, kerstboom deluxe. Uitzoeken dus. Ze zijn zeker wel duur, hè? Ah, daar hebben we het nou niet over. Eens kijken, die daar vooraan, is die mooi? Ah, niet slecht, nee. Alsjeblieft, pak mee, voor u. Maar, laat het de laatste keer wezen, hè. En laat ik jullie hier niet meer zien. Zeg, wat kost er zo'n boompje? 140. Maak het nou helemaal. 140, ja. Hey, collega, heb je even een momentje? Wat voor een boom mag het wezen? Deze misschien? Die misschien, ja. Misschien wel allemaal. Daar wil ik het juist even over hebben. Allemaal? Ja, dat is niet uitgesloten. Maar maak voorlopig eerst maar eens dat je wegkomt. Hoe dat zo? Hebben jullie geen zeep in het dorp? Dan moet je je oren eens laten doorspuiten. Maak dat je van de markt wegkomt. Kst, wegwezen. Zullen we krijgen we nou? Moet ik de marktmeester bijhalen? Hebben jullie wel een marktvergunning voor die handel? Alsjeblieft, hier is die. Het is voor transport, maar voor de verkoop. Van de gemeente hier moeten ze jullie soort niet. Dat wist ik niet. Voor dat wist ik niet, zit er al heel wat achter de tralies.
maar de bompjes zijn best, dat moet ik toegeven. Stuk voor stuk. Bijna te mooi voor hier. Dat is niet best voor onze prijzen. Dus, doen we eraan? Die vergunningen regel ik morgen wel. Onze bomen zijn toch ook van de staat? Wie dan leeft, dan zorg. Dus dat betekent dat ik vandaag wel naar de marktmeester moet. Mijn best. Is toch een kennis van me, komt goed uit. Hé, hey, wacht eens even. Als het een kennis van u is, kunt u daar niet even een praatje mee gaan maken? En hoeveel mag en hoe is het ermee gaan kosten? Nou, dat weet u het beste. Het beste dat ik weet is dat ik hem helemaal niks zeg. Zelf die bomen koop. Allemaal? Zoveel als je er kwijt wilt. 50 zlotie per stuk. Oh nee. Het veto-recht hebben ze hier al een paar eeuwen afgeschaft. 50 zlotie per stuk, zei ik. 80. Oh, daar hebben we een agent. En dat is de marktmeester. Hey, Romanowski! Oh, nee, wacht nou eens even. Neem ze maar. Een mooie manier van zaken doen, hou je erop na. Dan moet ik anders. Hallo? Ja, u spreekt met Sidder. Wie zegt u? U spreekt met Sidder. Wat? Met Sidder? Ja. Niet te geloven. Ja. Ja, het is er tenslotte toch van gekomen. Oh, beste joh. Ja, ik zit helemaal perplex. Ja, ik zou graag... ik bedoel... Oh, maar natuurlijk moeten we elkaar zien. Absoluut. Heb je één momentje, dan pak ik mijn agenda er even bij. Ah. Eens even kijken, hier heb ik het, ja, langs. Vol, ja. Zeg, waar zit je hier in Warschau? Op de markt. Wat zei je? Ik zei op de markt. Ik versta je, de lijn is verslet. Op de markt. Ja, het is niet zo belangrijk eigenlijk, hè. What the fuck, als ik zeg. Mijn vrouw is net weg, ze doet wat inkopen. We gaan met de feestdagen de stad uit. Oh. Maar na de kerstdagen moet je beslist bij ons komen. Absoluut. Ja, maar ik ga morgen al terug. Oh, ja. Zit dat zo, ja. Ja? Ja, in dat geval. Waar ben je op dit moment? Dan stuur ik mijn chauffeur om je te halen. Oh, ik heb ook een chauffeur. Oh, ja? Ah. Kijk eens aan. Prima, hè. Ja, er is alleen één maat bij en dat moet je me echt niet kwalijk nemen, hoor. Dat zeg ik tegen iedereen. Zelfs tegen mijn allerhoogste gasten. Ik kan een half uurtje voor je vrijmaken. Daarna heb ik nog drie andere afspraken. Ja, ik kan nou niet, helemaal niet over mijn eigen tijd beschikken, hè? Hm. Ja, vind je haar? Oh, nee, dat begrijp ik best. Ja, we maken het een andere keer dan nog wel eens goed, hè? Maar als je zo'n haast hebt... Nee, dan... niet voor jou, beste kerel. Dat moet je van me aannemen. Nou, met een half uurtje ben ik dan weer bij je weg. He? Het gaat maar om één ding. Ja, ik begrijp het. Dat probleem lossen we direct op, wat het ook mogen wezen. Wat? Ja, probleem. Oh, dat is geen probleem. Nee, dat is geen probleem hoor. Misschien dat het voor jou wel niets betekent, maar... Ja, ik zei het toch al, het komt van elkaar. Geen probleem. Ik wacht op je. Ah. Oh, nee, dank u. Wij hebben er alleen. Hé, ik ben het. Ben u nu helemaal gek geworden? Nou, toch, Remia. Waarom ben ik opeens nu geworden? Durf je hier te komen? Hoe kom je er de pres? Ook dat is een keer in de papieren gekeken. Nou, nog mooier. Remia, wie is daar? Ah, ik begrijp het al. De volgende. Gek geworden. Je bent gewoon volslagen gek geworden. dat is mijn man. Remia. Oh, hoe bent u niet kwalijk? Dit is nu meneer Puin. Ik heb je over hem verteld. Zie je dat? Hij komt ons een kerstboom brengen. Ja, waarom vraag je niet of hij binnen wil komen? He? Met zo'n boom zullen de kinderen blij zijn. Hij is werkelijk vorstelijk, zeg. Dan doen we de andere weg. Blijft u lang in Warschau? Arenia, kom nou toch. Uw portret hangt bij mijn vrouw in het atelier. Dan hoeft het origineel toch zeker niet in de gang te blijven staan.
Nou, ziet u wel zo zijn overal. Jawel, ik... Misschien wilt u wel met de feestdagen hier blijven. Oh, maar meneer heeft vast zijn eigen plannen, is het niet? Die had ik wel, ja. Mijn vrouw kwam enthousiast terug van de vakantie. Het moet daar erg mooi zijn. Het kan slechter. Ja, ik had me toch wel wat anders voorgesteld. Het is gek, maar de portretten van mijn vrouw liegen over het algemeen niet. En op het schilderij bent u... Ja, u moet me daar maar niet kwalijk nemen. Net een beer, bijna een soort koning van het bos. Zelfs aan de ogen is te zien dat u heer en meester over alles bent. Ja, en nou staat u hier voor me. Zonder kroon en... Oh, u moet er maar niet kwaad om worden, hoor. Met overschoenen aan. Arthur, wat zeg je allemaal? Ach, meneer is toch helemaal niet beledigd. Nee, luister, gaat u zitten. Ja. Het is geen verwijt, het is een compliment. Het is zo kleurig. Folkloristisch. Ja. Ik zeg altijd, folklore is het bloed in de aderen van de kunst. Ik ben zelf geen kunstenaar, dus ik weet niet of u het met me eens bent. En waar lag je nou omheen? Omdat meneer ook geen kunstenaar is. Ik moet trouwens wel nog even met meneer afrekenen. Ik? Met meneer? Meneer heeft toch een kerstboom gebracht? Ik weet niet of dat nou wel zo tactisch is. Dat zou hem kunnen beledigen. Ik had begrepen dat het een cadeautje was, een souvenir. Waarom zegt u niks? Omdat ik luister. Wilt u niet wat drinken, iets sterks misschien? Een drankje, daar zeg ik nooit nee op. Sidder. De gekke bijnaam, hè? Maar dat komt van het zagen, zeg je? 4 pk. Hou dat maar eens in je klauwen. Eerst gaan je handen sidderen, daarna je armen en dan ja je hoofd. En na 4 jaar je zenuwen. En tenslotte kan je zwart of wit dat je sidder bent. En... aan u, meneer. Ja, volkomen duidelijk, ja. Is je pensioen te laag? Dat weet ik nog niet. Ik ben alleen van werk veranderd. Ik begrijp. Geef me al je data, de gemiddelde verdiensten per periode, et cetera, et cetera. Ik regel dat pensioen maar voor je. Oh, maar daar zit ik helemaal niet mee. Nee? Nee. Zeg, hoe is het met Kiewerski? Helaas. Vorig jaar kreeg hij een hartaanval. Ach. Herinner jij je Poremba nog? Ja. Ook een hartaanval. Oh. Frisanski? Ja. Ook een hartaanval. Ja. Ja, zo komen we allemaal één voor één aan ons end. Tempo, tempo. Ja, bij ons is het stukwerk, hè. Maar, ja, ik weet niet. Misschien dat de lucht gezonder is of dat er minder mensen zijn. Hè. Zeg, je moet eens komen en dan wat uitrusten. De boslucht inademen. Ja, ja, dat zal ik zeker eens doen. Heb je een huis? Oh, ik vind wel wat moois voor je. Dat betekent dus dat jij geen woning hebt. Jawel. Ik dacht dat ik je moest helpen. Ach, voor mij is echt geen probleem. Een kwestie van één telefoontje. Zeg het gerust. Nee, dit is wel goed. Waar kan ik je dan mee helpen? Zit je ergens mee? Nou, ja, ik schaam me er eigenlijk een beetje voor. Kom er maar mee voor de dag. Kan ik hier even wateren? Huh? Het was zo koud onderweg. Oh, ja, maar natuurlijk, zeg. Hier, kijk, daar is het toilet. Ah, tweede deur rechts. Ah, dank je. Het licht gaat automatisch aan. Yep. Ik wacht wel op je. Is het niet te lang? Nee, die man heeft me nodig. Maar je komt nog te laat voor je afspraak. Ja, dat is dan jammer. Hij heeft mij ooit eens het leven gered. Dat was hij. En daar komt hij half Polen doorgereisd. En zoiets moet je weten te waarderen, liefje. Hij heeft iets. Ja. Hij wil vast iets van me. Net als iedereen die me hier komt opzoeken. Dat is heel wenselijk en daar moet je begrip voor hebben. Oh, wat ben jij toch weer edelmoedig. Dat zijn nou eenmaal van die zaken die een band scheppen tussen de mensen. Maar wat wil die van me? Misschien dat zijn kleinzoon niet toegelaten is tot universiteit. Maar voor dat soort zaken ben ik het meest benauwd. Ja, vooruit maar. Ik krijg het er wel uit. Zo. Nou, het half uurtje is voorbij. Ach. Dat meen je niet. Is de kerstboom goed? Prachtig, prachtig. Ja, is
Dat is het belangrijkste, zie je. Ja, ga nog zitten. En de honing, die kan ik ook aanbevelen, hoor. Voor de kruidkoek. Goed voor het hart. Maar het lepelt zo ook lekker weg, hoor. Het is bloemenhoning. Als er toen zulke honing was geweest, hè, dan was jij sneller weer op de been gekomen. Maar het is zo ook goed gegaan. Ach, dat waren maar nog eens tijden. Maar goed, ik heb je in ieder geval eindelijk weer eens gezien. Al 3 keer is het gebeurd dat de boswachterij een reisje beloofde. En dat het niet doorging omdat het kapplan niet was uitgevoerd. Ik dacht al dat ik je nooit meer zien zou. Nou, ik wens je het beste nog, hè? Gezondheid. Wacht nou even. Je zei dat je nog iets had. Ja, die kerstboom, die wou ik je eigenlijk persoonlijk komen brengen. Het is kerst en... Ja, dat weet ik. Die boom, nou ja, dat weet ik ook. Maar eigenlijk... Dat was alles. Nou, Horus, je wilt toch niet zeggen dat je het hele land komt doorgereisd om iemand een boom te brengen? Ik begrijp dat het een duivels moeilijk probleem is, maar je zult het me toch moeten vertellen. Ik heb echt geen tijd meer. Nou, ik ga al. Nee, ik ga nog even zitten. Wat zou het kunnen zijn? Wat? Dat probleem van jou. Maak je geen zorgen. Zeg het dan gewoon. Gaat het om de studie van je zoon, je kleinzoon? Die heb ik niet. Ik ben alleenig. Oh, dat wist ik niet. Ja, dat kon je ook niet weten. Wat weten wij nou eigenlijk van elkaar? Kijk, ik ben alleenig. Van de vroege morgen tot de late avond. Alleenig met de paarden in de stal. En de mensen. Nou, af en toe heb ik nog wel eens aan jou gedacht. Ik begrijp het. Nou ja. Wanneer zie ik je weer eens? Nou, je moet eens komen, hè. Van de zomer of 's winters. Ja, het is altijd mooi. Ik zal er beslist aan denken, hè. Het beste daarmee. Dag. Nou ben je te laat. Ja, dat weet ik. Maar ja, ik denk dat we hem zo gauw niet kwijt zijn. Die komt na de kerstdagen weer terug. Hij moet wel met een duivels lastig probleem zitten. Misschien dat hij zich al wel schaamde. Ja. Maar wat zou het kunnen zijn? Wat zou het kunnen zijn? Zal ik u nog eens inschenken, meneer Puin? Een zieke mag je vragen, mij niet. Ja. Ik zie dat u uw goede humeur ook weer terug hebt. Zo, alsjeblieft. Zolang mijn vrouw nog in de keuken bezig is... Sla mij er eentje achterover. Ook dat, ja. Maar ik had u nog wat duidelijk willen maken. Ik ben van alles op de hoogte. Neemt u toch wat mineraalwater, hè? U zult u nog verslinden, als het heist. Zoals ik al zei... Ik ben dus van alles op de hoogte. Dat is aan haar en aan u wel te zien en aan het schilderij. Toen ze terugkwam... Ik ken mijn vrouw. Ze hoeft het mij niet eens te vertellen. Ja, ik heb u helemaal niets te verwijten, maar... Ik heb alleen wel een verzoekje. En dat is of u niet meer hier wilt komen. Ik moet haar minnaars hier niet over de vloer hebben. Dat u... Zeg, een grapje, ik weet het. Huh? Nee. Een vriendelijk verzoek. Simpele terechtwijzing. Ter correctie van uw manieren, waar ongetwijfeld verder niets op aan te merken valt, behalve dan wat die betreft. Men komt hier niet over de vloer. U bent wel een kalme, moet ik toegeven. Dat zijn hier dus de regels. En u schept nu alleen wat verwarring. Tot slot van rekening ga ik ook niet ter communie. Maar mijn vriendinnen komen ook niet bij mij op visite. En, ik zei daarvan. Voor de kinderen spelen we vadertje en moedertje. Dat zou anders hun karakter kunnen bederven. Het geloof in bepaalde waarden. Maar daar zult u wel geen begrip voor hebben. Nee, ik begrijp er helemaal niks van.
Verder had ik u willen waarschuwen. U kunt dan beter niet meer op haar rekenen. Zoiets gaat bij haar gauw over. Over. Eerlijkheid moet beloond worden. Gelijke munt. 5 minuten geleden, toen je ijsblokjes ging halen in de keuken... Nee, denk tussen twee haakjes. Er is niks zo goed om vodka koud te houden als schuim uit de brandfles. Wat voor brand? Nou, uit een brandblusapparaat. Of het nou voor een bruiloft is of voor een doopfeest, doet er niet toe. Bij ons lenen ze die altijd uit de brandweerkazerne. De mensen zijn maar wat blij met de techniek. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp natuurlijk. In ruil voor de goede tip... kan ik jou ook nog een broertje leren. En passant. Zeg maar wel, mooie sleutel. Dat weet ik. Van het atelier. En dat ik daar morgen moest komen. Wat heb ik er meteen gezegd? Slet die je bent. Oh. Dat is niet zo netjes wat u daar zegt. Het is een vrouw met een hoog geestelijk niveau, een kunstenares. Ja. Ik zit op te wachten dat je mij op mijn bek slaat. En waarom zeg ik dat? Wij moeten haar juist respecteren om haar onafhankelijkheid. Is leid? Je hebt waarschijnlijk te veel gedronken. Zeg, hé, wees nou eens een kerel. Hé, wees nou eens een kerel. Ik heb je vrouw gepakt. En dan probeer je mij met de pagaleerde woorden op om te verkopen. Nee, er moet een bijland van pas komen. Of een dissel, of de zweep. Zo doen fatsoenlijke mensen dat. Nou, sla maar dat niet op mijn bek. Sla dan, joh. Hé, op mijn bek. Daar heb je terecht toe. En ik zal me niet verleren. U bent dronken. Dronken. Mensen nog wat toe wat een leven leiden jullie hier. Dat drinkt wel uit kristal, maar het is niet eens vodka. Dit hier, dit is vergif. Je kunt wel kapot op met die kristal. Nu gaat u te ver. In het bos krijg ik vodka uit de champot. En dat zit de spul maar eigen gestookt. En daar word ik het meest nodig van. En hier? Ja, u kijkt steeds maar naar malaise, hè. U kijkt naar malaise. Maak ik een parket om vrouw? Jullie hebben heel wat meer stront dan je puntschoenen, hoor. Als jullie... Jullie leven hier in de stront. Ik heb zelf... Zelf heb ik... Beesten gezien. Hè, everzwijnen gezien. Die met elkaar vochten. Omdat ze elkaar een zeug niet gunden. Die beesten die begrijpen tenminste zoiets. Maar jullie... Oh, lieve heer. Lieve heer die morgen nacht geboren wordt. Vergeef het ze. En blijf bij de beesten. Hoed mij onderweg voor de politie en voor slipgevaar. Want ik ben zo zat als een kanon. En ik moet al zo ver weg. Thuis. Thuis. Sierenbrand. Waarom houdt hij? Thuis. 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 Praat eens wat tegen me. Want ik kan in slaap. Voorzichtig aan. Weet ik zelf ook wel. Weet je verder niks? Op de heenweg had je heel wat meer praat. Was het nog wat? Nogal logisch. En bij jou? Net zo. Was hij nog blij? Dat is me ook een vraag. Ja. En toen zat het reisje er weer op. Aan alles komt een eind. Als ik het bos weer zie. Wat dan? Kun jij dat dan niet zien? Laten we even een stopje maken. Even lozen. Je had die plees moeten zien, waar ik geweest ben. Oh, daar heb je geen idee van. Die was helemaal roze. Bij mij ook. Maar goed dat we die bomen tenminste kwijt zijn. Zo is het. Dat waren mooie bomen. Eerste klas. Tegen een echte. Daar kan geen plastic boom tegenop. Dood van zijn leven. Plastic? Nee hoor.
Ja, zo een verliest geen naalden. Dat wel, dat geef ik toe. Naalden blijven er dan. Maar de geur. Bos blijft bos. Zo is dat. Dat is maar goed ook. Wat is er goed? Niet dan. Niet goed soms. Zeg ik dat dan. Bos blijft bos. U hebt geluisterd naar Bos blijft bos van Jerzy Janicki in de vertaling van Benjamin Gijzel. Rolverdeling, boswachter Bert van der Linden. Puin, Hans Veerman. Sidder, Sakko van der Made. Agent, Joop van der Donk. Handelaar op de markt, Frans Koksvoeren. Zeer hoge ambtenaar, Willy Ruis. Echtgenote van de ambtenaar, Lies de Hint. Renia, Gert-Jan Maassen. Arman, Hans Kassenbarg. Technische realisatie, Teun Lammers. Assistentie Monique van Riel, regie Bert Dijkstra.